Hallo, goedemiddag. Het is een beetje einde van de middag geworden. Sommige mensen weten al dat ik dit wel eens doe. Zijn we nog wakker? Kan je je knieën niet schaven en gaan staan? Dat is zeg maar een vraag in de zin van, zou je dat kunnen filosofisch en ook zou je dat kunnen praktisch? Dus ga maar staan. Het is gewoon einde van de middag en het spijt me heel erg, maar ik kan het me gewoon niet veroorloven dat jullie zouden kunnen wegdutten. Dan denk ik van, dat vind ik helemaal niet leuk. Dat zie ik namelijk, dat jullie allemaal wegdutten. Jullie zien het van jezelf niet als je naar voren kijkt. Dus we moeten gewoon een beetje wakker worden. Niet te hard slaan, want dan sla je meteen de mensen die naast je staan, maar een beetje losmaken. En die doe je ook mee? Een beetje losmaken. En als het lukt, een beetje naar achteren, rustig aan. Niet meteen in je rug schieten, maar een beetje naar voren. Kan je staan zo? Kan je een rondje? Je doet heel en die doet in ieder geval enthousiast mee. Oké, dus als je weer een beetje wakkerder bent, mag je gaan zitten. En dan ook dat de cafeïne en de lichaamsoefening zijn werk doet. Ik heb vandaag een presentatie, die pas ik steeds een beetje aan. Soms voeg ik er nieuwe trends aan toe, haal ik er trends van af. Maar dit is mijn lievelingsvariant. Die komt altijd het leukste aan bij het publiek. Dus als je bij mijn presentatie bent geweest, bij WordCamp Nederland, denk 2 jaar geleden, dan zie je wel overeenkomsten. Niet omdat ik graag hetzelfde herkauw, maar omdat dit gewoon de leukste variant is wat mij betreft. We gaan het hebben over trends in online betalingen. Als de slides ook mee willen gaan werken. Ja, deed hij het nog. Ja, daar zijn we. Oké, trends in online betaling of trends in online payments. Want payments klinkt nou gewoon eenmaal leuker dan betalingen. En dan kan ik je heel veel gaan vertellen. Ik kan het gaan hebben over de nieuwe Europese wetgeving die ervoor zorgt dat eindelijk, als je geld overmaakt van één bank naar een andere bank, dat binnen 10 seconden gebeurt. Dat zou dit jaar geïmplementeerd moeten gaan worden. Maar het gaat natuurlijk om banken, dus waarschijnlijk zal het pas volgend jaar of het jaar erop echt door alle banken geïmplementeerd zijn. Innovatie is iets waar ze nog een beetje aan moeten wennen. Maar die wetgeving, die Europese wetgeving, gaat ervoor zorgen dat je dus geld kan overmaken naar een andere Europese bank of van de Rabobank naar de ING of in België van België naar een andere Belgische bank. En dan is het binnen 10 seconden daar, dus instant payments. Daar kan ik je over vertellen. Het zou hartstikke leuk zijn, ga ik niet doen. Ik kan je gaan vertellen over dat Google voor de 100ste keer hun naam heeft veranderd. Want het was Android Pay, Google Pay, we noemen het ZusPay en ZatPay. Ze hebben het weer veranderd. En er zijn namelijk honderden miljoenen mensen die een creditcard hebben gekoppeld aan hun Android-account. Dus als ze een Android-apparaat hebben en niet een iPhone, dan hebben ze een Android-account zodat ze apps kunnen installeren en kopen. En Google dacht, god, het zou toch wel leuk zijn als die honderden miljoenen mensen ook met hun Android-account, waar hun creditcard al aan gekoppeld zit, kunnen afrekenen in webwinkels. Nou, dat is ook een hartstikke leuk idee. Want als je daarin kan intappen, die honderden miljoenen mensen die dat hebben, en je kan dat in je webwinkel ook accepteren, hartstikke leuk idee. Vervolgens veranderen ze de naam daarvan 3 of 4 keer. Want waarom zou je dat niet doen? Ja, je hebt toch genoeg geld om iedere keer al je brands opnieuw te gaan, allemaal nieuwe logos te ontwerpen en zo. Kan ik je ook over vertellen. Uiteindelijk gaat het, als ze definitief bij dezelfde naam blijven en het open beschikbaar stellen voor ontwikkelaars, gaat het heel leuk zijn dat je met je Android-account je telefoon kan pakken en dan net als bij Apple Pay on the web, de variant van Apple, dat je op bijvoorbeeld bol.com of Coolblue, dit zijn Nederlandse webwinkels, grote Belgische webwinkel, iemand? Nee. Coolblue ook. Ik wist het stiekem al. Dat je dan met je vingerafdruk afrekent bij Coolblue en dat hij dan van je Android-account het geld afhaalt. Dat je dus niks anders hoeft te doen. Je hoeft niet naar je eigen bank toe te gaan. Hartstikke leuk als dat eenmaal ook ondersteund wordt. Ik kan je vertellen over allerlei andere trends. Maar er is eigenlijk één trend die nog steeds, ondanks dat ik er 2 jaar geleden al heel veel over begon te vertellen, nog steeds het meest interessant is en nog steeds het meeste effect zou kunnen hebben bij jouw bedrijf, of bij jouw klanten, of bij jouw collega's. Er is nog steeds één trend waarvan ik denk, die moet iedereen kennen. En dat moet je niet een klein beetje kennen zo van, ik weet waar die woont. Maar je moet eigenlijk hem intiem kennen. Dat je weet van, het is een wijn, komt uit die streek in Frankrijk. Hij proeft ongeveer zo en het past goed bij vis. Op die manier moet jij periodieke betalingen kennen. Dus dat ga ik proberen tijdens deze presentatie om ervoor te zorgen dat jullie een beetje een intieme kennis krijgen van, waarom is dit eigenlijk zo leuk? Waarom blijft hij zo vervelend daar iedere keer over doorpraten?
Heel simpel, hebben periodieke betalingen de mogelijkheid om jouw omzet te laten exploderen. En dat klinkt in het Engels veel leuker, dus daarom how to make your revenue explode. Met periodieke betalingen veranderen er in je bedrijf een aantal dingen, of in het bedrijf van jouw klanten, en klanten blij, jij blij, veranderen een aantal dingen die zoveel invloed hebben op je gezondheid, invloed hebben op je bedrijfsvoering, dat je zou kunnen zeggen dat het revolutionair is. Zo vervelend en irritant als dat de cookiewetgeving en GDPR is, zo leuk is het als jij recurring payments goed in jouw bedrijf of jouw website kan implementeren. Dus we moeten het daar ook mee doen. Als aan de ene kant allerlei wetgeving ons een beetje om de oren slaat met allerlei werk dat we moeten gaan doen, dan moet je ook voor jezelf af en toe iets doen wat gewoon echt voor jezelf is en voor jezelf leuk is. Wat is dat eigenlijk? Deze is dus op voor het eerst in 2 jaar. De klikker. Recurring payments is eigenlijk heel erg simpel. Het is toestemming om automatisch periodiek te mogen incasseren bij klanten. Nou, dit gebeurt al heel lang. Iedereen heeft dat wel eens gehad. Is er iemand die nog nooit een incasso heeft gehad vanaf zijn eigen rekening? Oké, zijn er mensen die wel incassos hebben gehad vanaf hun rekening? Dat is dus iedereen, want daarnet... Nou, kom op, iedereen. Ja, ja. Bij iedereen is wel eens geïncasseerd. Alleen nu wordt het dus mogelijk voor ons, midden- en kleinbedrijf en freelancers en dergelijke, om dit ook te doen. Want grote bedrijven doen het al heel lang. Maar nu wordt het dus mogelijk dat wij dit ook doen op een manier die enigszins te doen is ook. Je hoeft niet 100.000 formulieren in te vullen en hele ingewikkelde dingen te gaan bouwen. Het kan, het is haalbaar. En dan wordt het leuk als wij dit ook kunnen gaan doen. Natuurlijk zijn er wetten, regels en moet je een beetje aan de regels houden. Je kan niet alles maar flikken wat je wil. Je kan niet zomaar bij de koning of de koningin van desbetreffend land, want we zijn in België, ik kom uit Nederland, dus daarom maak ik het heel optioneel, gaan incasseren. Kan wel, stiekem. Hè? Als je zou weten wat de IBAN is van bijvoorbeeld de Nederlandse koning, zou je bij hem kunnen incasseren. Dat mag je eigenlijk niet weten van banken, dat kan wel. Maar dat moet je dus niet gaan doen. Dus daar gaan we het een beetje over hebben tijdens de presentatie. Van oké, waar moet je op letten? Wat kan je wel en niet doen? En waarom is het überhaupt handig, ook voor jou, om periodiek te gaan incasseren? Nou, ik begin met een aantal voorbeelden waarvan iedereen altijd denkt, oh ja, zo zat dat. Iedereen kent Netflix. Heeft iedereen deze pagina, deze website wel eens gezien van Netflix? Niet met 144 euro. Niet met 144 euro. Zou Netflix zo groot kunnen zijn, had het kunnen werken, als zij gewoon vooraf 144 euro hadden gevraagd? Want kan je herinneren, heel wat mensen zijn het alweer vergeten ondertussen, dat je eigenlijk het een beetje spannend vond. Toen je hoorde, ja, dat is weer zo'n club uit Amerika, Netflix. En dan kan je dus allerlei films zien. En kan je nog herinneren, als je gaat graven, ik vond het eigenlijk spannend, want ik dacht, hebben ze wel goed materiaal? Ja, ze zeggen wel dat ze die en die Disney hebben, maar ja, die heb je na 3 uur heb je die ook al afgezien. Hebben ze daarna nog materiaal? Dus er zat best wel wat risico in voor jou om bij een Amerikaanse club het te gaan afsluiten. En had je dat gedaan als je vooraf voor een jaar had moeten betalen? Een gedeelte van het succes van Netflix is juist bijna geen risico. Je begint voor, destijds was het volgens mij 7 of 8 euro. Nu is het alweer 11 euro. Bait and switch. Maar dat, Google dat maar als je niet weet wat bait and switch betekent. Maar... een gedeelte van het succes van Netflix is dat je een klein bedrag per maand betaalt. Dat je het kan uitproberen en dat je het kan opzeggen. Dat werkt niet als je dat zelf moet gaan overmaken. Dan zou Netflix gek worden, iedereen die 3 cent vergeet af te ronden. Of die naar de verkeerde IBAN-rekening doet. Dat werkt alleen maar met een incasso. Netflix kan hun dienst op die manier alleen maar aanbieden omdat ze iedere maand een klein bedrag van jouw rekening af kunnen schrijven. En zij doen dat. Dat doet de klant niet zelf, zij incasseren. Dollar Shave Club, zijn er mensen die dit kennen? Je hebt nu ook verschillende varianten in, toch aardig wat mensen die het kennen, verschillende varianten ook in Europa. Ik geloof dat je in Europa heb je, volgens mij gebruiken zij ook Molly. Shavers Club? Bold King, ja, dat is degene die ik zocht. Maar je hebt verschillende varianten ook in Europa nu. En dan betaal je in plaats dat je voor 30 euro een heleboel mesjes haalt bij de kruidvat in de aanbieding, nog steeds veel te duur, krijg je dus om de zoveel tijd, kan je dan instellen met een schuifje, om de 6 weken bijvoorbeeld krijg je een setje mesjes. Ik krijg nu iedere keer uit het buitenland een envelop, bubbel envelop, en denk ik, oh, ik verwacht helemaal niets. Wat is dit nou weer? Ondanks dat ik het nu al een paar jaar heb gehad, iedere keer is het toch weer een verrassing. Doe ik het open en zit er een mooi doosje in, karton natuurlijk, maar wel een mooi kartonnen doosje. Oh, scheermesjes. Ik heb nog nooit, ik heb al heel lang niet meer botte scheermesjes gebruikt.
Voor mij is dat een grote levensveranderende situatie. Maar dat kunnen zij dus ook alleen maar doen omdat ze iedere keer een klein bedrag incasseren. En niet omdat ze €200 van tevoren aan je vragen. Want dan zou ik het nooit doen. Ik ga niet €200 betalen om vervolgens de komende 2 jaar scheermesjes te krijgen. Nee, maar als ik iedere maand €5 betaal, dan wil ik het wel doen. En zo zijn er meer voorbeelden. Maar als ik het heb over Netflix, dan denk je, ik heb geen Netflix. Ik heb ook geen contract met Disney. Als ik het heb over Dollar Shave Club en scheermes, denk je ook, misschien heb je helemaal geen scheermes nodig. Omdat je een baard hebt of omdat je een vrouw bent met niet heel veel haargroei. Dan denk je ook, ja, daar heb ik dus ook niks aan. Leuke voorbeeld, maar daar heb ik niks aan. Dus je zal helaas wel moeten brainstormen. Je zou moeten gaan denken, dit klinkt interessant. Dit kan heel veel invloed hebben op mijn omzet en mijn bedrijf of het bedrijf van mijn klanten. Maar hoe ga ik dit geweldige idee implementeren in mijn website? Daar moet je voor gaan zitten. En daar heb je niet altijd zin in. Niet iedereen houdt daarvan. Maar het is niet altijd obvious. Het is niet altijd direct bekend hoe je dit gaat implementeren. Je zal je bestaande producten misschien moeten aanpassen. Of bestaande diensten moeten aanpassen. Als je bijvoorbeeld geen onderhoud aanbiedt aan jouw klanten. Dan zal je bijvoorbeeld onderhoud moeten gaan aanbieden aan jouw klanten. Maar wat ik wil duidelijk maken is dat het waard is. Als je hier middag over kan gaan brainstormen. En je kan je bestaande producten of diensten aanpassen. Zodat je periodiek inkomen kan genereren bij je klanten. Dan zal het op de lange termijn het zo waard zijn dat jullie volgend jaar bij WordCamp Antwerpen mij superveel Belgisch bier aanbieden. Omdat jullie zo dankbaar zijn. Dat beloof ik. Dat jullie dat doen. En natuurlijk als het niet gebeurt, dan hoef ik jullie niet als wederprestatie bier te geven. Zodat de voorwaarden duidelijk zijn. Dus het voorbeeld voor een WordPress websitebouwer is dat je bouwt, als het goed is als websitebouwer, bouw je al websites. En dan heb je soms wel of soms niet dat je onderhoud en ondersteuning aanbiedt. Wie bouwt er websites en biedt er geen onderhoud en ondersteuning aan nadat iemand bijvoorbeeld €2.500 heeft betaald voor de website? Wie zegt, oké, website is af, doei. Oké, ik weet dat het een beetje, als je dat niet doet, dat je nu denkt van, oh nee, dan gaat hij met zijn vinger naar me wijzen. Wie biedt wel ondersteuning en onderhoud aan? Oké, dus de andere mensen die niet hun hand omhoog hebben, ik wijs nu naar jullie. Als je dat nog niet doet, dan moet je dat dus sowieso meteen gaan doen. Onderhoud en ondersteuning. En het moet zo belangrijk voor jou zijn dat als een klant zegt, dat wil ik niet, dat je zegt, dan kan je geen klant van mij zijn. Onderhoud en ondersteuning voor de website nadat ik het heb opgeleverd is essentieel. Dat bedrag ga je vervolgens incasseren. Dan zorg je ervoor dat die mensen niet meer zelf iedere maand €45, €50 gaan overmaken voor die backups en die updates die jij voor hen uitvoert, maar je gaat dat incasseren. Als je dat vervolgens dan in een spreadsheet bijvoorbeeld zet of in een ander programma zet, dan kun jij dus gaan zien wanneer jij welk inkomen binnenkrijgt. Dus je weet, bijna alle websitebouwers die hebben in de zomer minder business. Waar of niet waar? En in september heb je soms meer business als jouw klanten toevallig naar Frankrijk zijn gegaan en ze willen weer eens een wijnwebshop gaan starten. Maar in de zomer hebben websitebouwers, hoor ik, vaak minder business, omdat mensen op vakantie zijn. Veel businesses hebben het dan rustig, want iedereen is op vakantie. Maar dat onderhoud loopt door. En jij kan dus gaan zien, als je dit doet en je doet het een paar jaar, kan je gaan zien, ik krijg €2000 onderhoud in augustus. Ik krijg €2000 onderhoud in juni of juli. Dat is het waard. Dus dat is iets wat het voor jou waard is om daarin te gaan investeren. Want het vermindert ook jouw eigen stressgevoel als je die maanden hebt waarin het wat rustiger is. December is soms ook zo'n voorbeeld. Er zijn een aantal voordelen. Een aantal voordelen voor bedrijven die dit implementeren en een aantal voordelen voor consumenten. Meestal als iemand zegt, ja, voor jouw bedrijf, dit moet je doen, dit is super interessant, dan zijn er geen voordelen voor consumenten. Dan is het zo van, registreer al die informatie maar en doe alles maar via Google Analytics, want dan kan je mooie marketingcampagnes doen. Ja, voor de consument heeft het niet zoveel zin. Die krijgen alleen maar meer reclame en hun data wordt opgeslagen. Dat vinden ze over het algemeen niet zo heel erg leuk. Maar in dit geval zijn er dus voordelen voor zowel de consument als voor de bedrijven. Dus laten we beginnen met de bedrijven. Ik heb net al gezegd, je krijgt een voorspelbare omzet. Als je periodieke inkomsten hebt die je automatisch incasseert, dan kun je gaan zien, oké, over een maand is dit mijn omzet. Over een maand daarna is dat mijn omzet. Je weet waar je heen gaat. Je kan daardoor betere keuzes maken. Ik hik er al een paar jaar tegenaan om iemand in dienst te nemen, zou je bijvoorbeeld kunnen denken. Dat verandert natuurlijk compleet als je weet hoe je omzet eruit ziet. Als je bijna gegarandeerd weet dat je een bepaalde inkomstenbron zou hebben over een aantal maanden, dan wordt het ineens een stuk minder spannend om je eerste werknemer in dienst te nemen. En zo zijn er veel meer keuzes die makkelijker worden als je meer informatie hebt.
als je zekerder weet wat voor een omzet je hebt. Het is niet meer alleen afhankelijk van hoeveel leads heb ik nu en hoeveel leads zullen veranderen in klanten over een maand, nadat we een maand een beetje heen en weer hebben gepraat en wat gesprekken hebben gehad. Je weet dat je sowieso omzet zal gaan hebben, ook als de leads een tijdje opdrogen. En dat is dan meteen weer een ander voordeel. Je hebt wat meer een buffer tegen het opdrogen van leads. Dus als je niet nieuwe klanten binnenkrijgt, om wat voor reden dan ook. Je hebt de druk of er is iets in je privéleven. Je hebt een buffer omdat je dus die omzet hebt die steeds terugkomt, waar je minder voor hoeft te doen. Of in ieder geval minder acquisitie voor hoeft te doen. Dat is een enorm groot voordeel. Je hebt een unique selling point, een beetje afhankelijk van hoe jouw producten eruit zien en wat voor een product en wat voor een diensten je hebt. Je kunt dit communiceren. Je kunt jezelf communiceren als de Netflix die wel werkt. Dus als ik een voorbeeld zou mogen misbruiken. Stel nou dat Netflix wel was gegaan voor een model waarin je één keer per jaar €144 betaalt. Dan kom jij binnen en denk je, ik ga recurring payments doen, want David zei dat het zo'n geweldig goed idee was. Ik ga mijn Netflix, ik doe ook €144 per maand. En dan zeg ik, ik ben een betere Netflix. Ik ga als eerste aanbieden dat je gewoon €12 per maand betaalt of €11 per maand. Dan heb je een unique selling point ten opzichte van je concurrenten die één heel groot bedrag per jaar vragen. Dus jij kan dit gaan misbruiken als een voordeel ten opzichte van concurrenten. Ja, die concurrent is hartstikke leuk dat je daar voor €2.500 bijvoorbeeld een website kan bouwen. Maar bij mij betaal je maar €1.900 en daarna betaal je €20 per maand. Oh, dat is toch alweer een winst van €500 in de beleving van de klant. Terwijl ze natuurlijk €50 onderhoud gaan betalen en als ze 3 jaar bij jou onderhoud blijven afnemen, zijn ze veel meer... Hebben ze veel meer aan jou uiteindelijk betaald dan als ze het bedrag vooraf zouden betalen. Dus je kunt dit, met een beetje brainstormen, een beetje nadenken, kun je dit gaan gebruiken als voordeel, te communiceren voordeel naar klanten toe. En dan een praktisch voorbeeld van een bedrijf die heeft gezegd, we hebben een situatie en die situatie gaan we veranderen. We omarmen subscriptions, we omarmen periodieke betalingen. En dat is Adobe. Die vroeg, wat vroegen ze toen? Voor een basispakket met Photoshop en nog 1 of 2 andere pakketten, €1.000, €1.100, zoiets. En wat betaal je nu? Wie heeft legaal Adobe? Ja, alleen die mogen we een vraag beantwoorden. 60 per maand. En wat krijg je voor die 60 per maand? Alles. In plaats van dat je nu, ik begin een webontwikkelbureau en ik heb Adobe nodig, ben ik van overtuigd dat ik dat nodig heb. Dan kan ik kiezen uit illegaal of uit €1.100, €1.200 één keer per jaar, denk ik. Maar ze waren heel flexibel, dus als je dan 3 jaar niet upgraden en je veranderde niks aan je Mac, dan bleef het wel werken. Of je kan beginnen met €60 per maand en dan heb je toegang tot alle pakketten van Adobe. Het is natuurlijk een complete gamechanger. En dat heeft Adobe ook gezien in hun cijfers. Want het ging sowieso goed in die periode, tussen 2012 en 2014. En hun, het is waarschijnlijk niet helemaal leesbaar, maar links dat is hun aandelenprijs. Tussen 2012 en 2014. Dit is in de periode dat ze subscriptions aan het uitbouwen waren. En dan heb je hun market cap, dus dat is hun waarde zeg maar, op de beurs. Trouwens, ik heb een paar jaar commerciële economie gedaan, dus als mijn definities niet kloppen, zeg het alsjeblieft na de klas in de gang. Dan weet ik dat voor de volgende keer. En dan een percentage ARR. ARR, dat is Average Recurring Revenue. Dus gemiddelde omzet per klant per jaar. En dat is natuurlijk ook enorm toegenomen. Dus eigenlijk, heel simpel gezegd, op zijn trumps, better, better, better. Gewoon beter. Adobe is er heel blij mee. En dit kan jij dus voor jouw bedrijf ook implementeren. Zo'n verandering die over een aantal jaar heel veel invloed heeft op je bedrijfsvoering. En dan, zoals ik al zei, er zijn ook voordelen voor klanten. Het is niet alleen maar een situatie, leuk voor jou en mijn portemonnee is wat beter gespekt. De klant wordt er ook gelukkig van. Ik zei net al, lager risico. Dit is een niet te onderschatten voordeel. In plaats dat ze een hoger initieel aankoopbedrag hebben, hebben ze een lager bedrag. Dus je hoeft ze alleen maar ervan te overtuigen, probeer ons maar uit. Dan moet natuurlijk jouw dienst of product wel van een goede kwaliteit zijn. Als het complete troep is, dan gaan ze na die eerste betaling van de eerste maand opzeggen. Maar als je een goed product hebt en je bent zelf overtuigd van dat product, dan wil je ze met een zo laag mogelijk risico kennis laten maken met dat product. En als het goed is, dan blijven ze dat iedere keer afrekenen.
dit haakt ook weer in de, dat het een uniek selling point ten opzichte van consumenten is. Als je bij concurrenten is. Als je bij concurrenten wel een groot bedrag moet betalen en jij hebt een kwalitatief gelijkwaardig of beter product met lager instaprisico, dat is bijna voor iedere consument muziek in de oren. En een ander voorbeeld, wat ook niet te onderschatten is, dit heb ik zowel gezien in statistieken en onderzoeken van andere mensen en ook onder mijn eigen klanten, het is gemak. Ik verkoop in een andere markt, Joomla, verkoop ik softwareproducten. Die zijn nog steeds niet periodiek, maar ik heb dat wel al meerdere keren onderzocht. Vooral omdat ik daar zoveel klanten heb dat ik dat allemaal moet migreren. Dus dat is iets ingewikkelder dan bij nieuwe producten. En dat bedrijf bestaat al 10 jaar, dit jaar. En ik heb dus mensen die vanaf 2008 zijn begonnen met die software te kopen voor hun Joomla-website. En ze hebben dat, dat zijn ook ideal betalingen en integraties, en ze hebben dat altijd nodig, ieder jaar nodig. Maar wat ik zie, als ik kijk naar mijn vaste klanten die al 10 jaar die software gebruiken, dat vind ik heel veel, want ik ben nog niet zo oud. Dus dan gebruiken zij 10 jaar die software en dan zie ik dat ze het kopen in 2008, dan verlengen ze het ook een keer in 2010, 2011 doen ze wel trouw, 2012 ook wel, en dan hoor ik weer 3 jaar niks. En dan heb ik die klanten dan gebeld en gemaild en gezegd, hield je een kaartje omhoog? Nee. Oh, oké. Okay. En dan heb ik die klanten gebeld en gemaild en gevraagd. Je lijkt een trouwe klant te zijn. Sluit jij dan de webwinkel tussen 2008 en 2010? Want ik zie dat jij je ideal integratie, die je bij mij hebt gekocht, niet hebt verlengd. Dat je niet die 77 euro per jaar hebt betaald. Nee, nee, ik sluit het niet. De webwinkel loopt heel goed. Ik verkoop duizenden gloeilampen. Zeg, waarom heb jij dan niet mijn ideal integratie verlengd? Want ik heb wel updates en ondersteuning. Het hoeft niet, het is niet een plicht. Maar waarom niet? Ben je niet tevreden? Nee, ik ben hartstikke tevreden. Maar weet je, eerlijk gezegd, en dit hebben heel veel klanten gezegd, eerlijk gezegd, ik ben het gewoon vergeten. Dan moet ik weer mijn tangcode bij me hebben, of ik moet mijn random reader van de bank bij me hebben. Ik krijg wel een mailtje van, hey, je abonnement verloopt, maar ik heb gewoon zoveel te doen. Ik ben er gewoon niet aan toegekomen. Ik zeg, okay, en als ik nou incasseerde, had je dat vervelend gevonden? Nee, dat vind ik juist fijn, daar hoef ik er niet meer aan te denken. Nou, reken maar uit. 10 jaar lang, 10 keer 77 euro, 770 euro. En dan heb ik de meeste klanten die verlengen dan 4 keer in 10 jaar tijd. En dat dan over al mijn klanten heen. Dat is een enorm groot verschil. En de enigste reden dat die klanten niet hun geld aan mij gaven, terwijl ze dat heel graag deden, volgens hunzelf, was omdat het een beetje vervelend was. Moesten ze alweer gaan inloggen in hun bankomgeving. Dus klanten vinden dit ook een voordeel. Ze vinden het relaxed. Als jij een goed kwalitatief product levert, vinden ze het super chill, super relaxed. Dat, ik doe expres gebruik ik een beetje straattaal. Dat klinkt echt heel fout. Maar ze vinden het juist relaxed. Dat als ze blij zijn met jouw product, dat ze er niet over na hoeven te denken. Dat het gewoon wordt geïncasseerd. En dan vinden ze het eigenlijk een beetje stom. Dat hebben ze sommigen ook tegen mij gezegd. Een beetje stom van mij. Het was eigenlijk mijn schuld dat zij geen zin hadden om werk ervan te maken. Maar het was wel mijn schuld dat ik dat niet gemakkelijker voor hen had gemaakt. Okay, if you want to give me your money, please do. Dus dit natuurlijk is het een prioriteit voor mij om uit te zoeken hoe ik bij dat hele oude systeem die nog op PHP 5.3 draait, ervoor zorg dat ik daar ook recurring payments in kan gaan implementeren. Maar dat is even dat was voor mij echt even iets waar ik me om verbaasde. Ze hadden me gewoon 2-3 keer zoveel geld willen geven als het niet zoveel moeite had gekost. Dus, kunnen we het überhaupt? Want dat blijft uiteindelijk een vraag. Hartstikke leuke trends en ontwikkelingen vanuit Amerika en andere landen. Maar kunnen wij zoiets doen? Kunnen wij eenvoudig voor de merchant, dus dat is degene die het geld ontvangt, en voor de klant periodieke betalingen implementeren? Het kan, want in Amerika is het al langer mogelijk, al heel lang mogelijk, want ze hebben daar creditcards. En dat is in België en in Europa en in Nederland zijn creditcards veel minder populair dan in Amerika. Als je daar een betaling goed instelt bij een creditcard, dan is dat automatisch, kan je dat gebruiken als machtiging voor de volgende betaling. Maar omdat veel minder Europeanen creditcards gebruiken, percentages gaan wel omhoog, dus steeds meer doen dat. Maar omdat er veel minder zijn, waren wij een beetje het ondergeschoven kind. De rest van de wereld had creditcards en wij konden geen periodieke betalingen doen, want wij hadden Ideal en bankcontact en andere betaalmethodes. Dat is nu gelukkig aan het veranderen, omdat verschillende bedrijven daar oplossingen voor bouwen. Verschillende payment providers, daar kom ik straks nog op terug. Die zorgen ervoor dat op het moment dat wij op onze eigen Europese manier afrekenen, dus met bankcontact of met Ideal,
of met GiroPay of op een andere manier. Als wij op die manier afrekenen, dan kan die informatie later gebruikt worden voor de periodieke betaling. Want wat er gebeurt bijvoorbeeld bij een betaling via je eigen bank, dan doe je dat met je IBAN, met je bankrekeningnummer. En die gegevens zijn bekend, die kan je dus onthouden. Dan onthoud je dus bij die eerste betaling via je bank, of het nou Ideal of Bankcontact of iets anders is, onthoud je de IBAN, je onthoudt de naam, je weet ook dat die klopt, dat niet iemand het rekeningnummer van zijn buurvrouw heeft ingevuld, of zijn buurman heeft ingevuld, want hij rekent zelf af een bedrag en dan weet je, dit klopt, dit hoort bij die meneer. Die gegevens gebruik je en dan maak je daar dan een SEPA Direct Debit van, dan maak je daar een incasso van. Dus door een normale bankbetaling te doen, bankoverschrijving, Ideal, Bankcontact of al die andere bankbetaalmethodes die er zijn, krijg jij gegevens die je kan gebruiken om daarna te gaan incasseren. Dan is de grote vraag, oké, mag dat? Ja en misschien. En misschien een beetje nee. In de wetgeving is het niet keihard op papier gezet dat dat op die manier mag, maar... De rechter die heeft een uitspraak daarover gedaan. Er was namelijk een heel groot bedrijf, ik geloof dat het Ziggo was, die is monopolist wat betreft internet in de Randstad in Nederland. Supergroot, honderdduizenden klanten. En toen incasseerde die deed het op deze manier. En toen zei de klant, maar daar heb ik nooit toestemming voor gegeven. Dat vind ik niet kunnen. En volgens de wet mag dat ook niet. En ik wil niet betalen, zei de klant. Natuurlijk heeft hij 300 MB per seconde en had hij al jarenlang heel snel internet. Dat maakte niet uit. Hij probeerde gewoon eraan onderuit te komen dat hij hoefde te betalen. Dat is naar de rechter gegaan en de rechter heeft toen gezegd... Dit gebeurt al heel lang bij heel veel bedrijven. Bij energiebedrijven, bij internetbedrijven. Dus het staat dan niet zo expliciet in de wet dat het mag op die manier, maar... Het gebeurt zo vaak dat je kan verwachten als consument dat als jij zegt ik wil een periodieke betaling en je zegt ja is goed, doe maar Ziggo, doe maar Dunea, doe maar energiebedrijf, dat het op die manier gaat. En dat is, eigenlijk kan dat door de beugel, heeft de rechter gezegd. En in de meeste landen in het Westen kan een uitspraak van een rechter, die heeft bijna net zoveel gewicht als de wet. Dus als een rechter zegt, dit kan, dit grijze gebied, een natte handtekening is genoeg, dan mag het eigenlijk. En daarom zijn dus ook Ziggo en Dunea en al die grote bedrijven zijn dat nog veel vaker gaan doen. En zolang zij dat doen voor hun honderdduizenden klanten, mogen wij dat ook doen, is ongeveer de gedachte. Wat een natte handtekening dan inhoudt, is dat je niet echt een papiertje hebt waarop staat, ik wil een incasso, vind ik goed, handtekening. Dat moet van de wet eigenlijk, het is natuurlijk... prehistorisch, natuurlijk bedacht toen internet nog niet zo groot was. Dat hoeft niet meer. Een natte handtekening is genoeg. En wat is dan een natte handtekening? Dat iemand één keer een betaling doet vanaf diezelfde rekening. Hij bevestigt daarmee eigenlijk dat hij een incasso wil. Natuurlijk heb jij dan weer de plicht om te communiceren op jouw website dat als hij die betaling doet, dat het een incasso is. En bij voorkeur kan je dat ook bewijzen. Bij voorkeur heb je een formuliertje of iets dergelijks of een checkbox en zeg je dit is een incasso en dat moeten ze dan aanvinken. Als je het op die manier doet, dan wordt het geaccepteerd, in ieder geval in de meeste Europese landen, omdat het al de normaalste zaak van de wereld is bij grote bedrijven. Het enige verschil is dat wij, de MKB'ers, dat nu ook gaan doen. Die wetgeving wordt gewoon geüpdate. Net als dat de privacywetgeving nu wordt geüpdate met de GDPR, wordt de wetgeving die zegt het moet echt een fysiek papiertje zijn met inkt die uit een pen komt. Die wetgeving gaat geüpdate worden, want uiteindelijk zullen de overheden weer bij zijn bij de ontwikkelingen in de markt en op het internet. En dan zijn wij natuurlijk alweer 2 jaar verder of 10 jaar verder en dan lopen ze weer achter. Maar uiteindelijk zal het wel weer geüpdate worden. Het mag dus. Bla bla bla, maar hoe? We kijken naar twee dingen die belangrijk zijn. Allereerst heb je een payment provider nodig die het ondersteunt. Je hebt payment providers, dat zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in betalingen. En die zorgen ervoor dat jij geld kan ontvangen via verschillende betaalmethodes. En die payment providers, of betaalproviders, maar net hoe je ze wil noemen, die bieden dan bijvoorbeeld Ideal, Credit Card, Bankcontact, noem eens wat, Klarna en alle andere betaalmethodes, bieden ze aan. Ze moeten dan specifiek ook recurring payments aanbieden. Want één keer geld via Ideal binnenkrijgen is wat anders dan periodiek. Dat moeten ze bouwen, dat moeten ze ondersteunen. Dat staat
omdat het zoveel werk heeft gekost, heel prominent op hun website. Het heeft hun veel tijd en werk gekost om dat goed te bouwen, dus ze zullen dat ergens op hun website neer gaan zetten, omdat ze blij zijn dat het eindelijk eens een keer gelukt is. Dus als je een provider kent die je leuk vindt, dan kijk je op hun website, daar zit een payment provider die zeg maar erkent dus dat wat ik zeg gelijk heeft, waar is. Je kijkt op de website als je er een op het oog hebt, dit zijn er een aantal. En dan kijk je op hun website en dan staat het er. En als het er niet staat, je kan ze nog mailen. Ik zou het heel raar vinden als er niet op hun website staat, wij accepteren ook periodieke betalingen. Dat kunnen we ook voor je regelen. Je kan ze mailen als het er niet staat en dan vraag je het aan ze. Maar de grootste aanbieders, die ondersteunen het inmiddels wel. Dus ik geloof dat Atjen, Molly, IcePay, twijfel ik, Pay.nl, Buckaroo, die ondersteunen het allemaal wel. TargetPay. Denk ik dat ze nog niet hebben gelanceerd of misschien zelfs nog niet hebben gebouwd. Maar dit zijn, als je helemaal geen payment providers kent, zijn dit een aantal goede partijen waar je naar kan kijken. Overigens, Molly die sponsort ook, dus die staat hier ook, kan je specifiek vragen hierover stellen. Want zij hebben er ook het een en ander ervaring mee. En dan zijn er een aantal vereisten. Soms denkt, vooral stichtingen, die vragen dan wat advies aan mij en die zeggen dan, ja, willen graag periodieke betalingen. En dan, oh, de payment provider die wil helemaal niet dat wij incasso's doen. Ja, er zijn wel wat vereisten. En je kan niet denken van, nou, wij hebben gisteren een stichting opgericht en vandaag willen we incasso's gaan doen vanaf iedereens rekening, want iedereen die wil wel 3 euro geven aan ons goede doel. Zo werkt het niet. Ze willen wel controleren dat je niet gaat incasseren vanaf de rekening van de koning. Of van de minister-president, of van wie dan ook. Dus er zijn vereisten die wisselen. Als je een beetje, dit mag ik eigenlijk niet zeggen, maar als je een beetje een goed verhaal hebt, dan zijn ze eerder geneigd om te zeggen, ja, is goed. Dus als je kan laten zien, nou, ik ben een serial entrepreneur. Dat is een leuk woord, zet dat sowieso in de mail, werkt goed. Ik heb al heel veel bedrijfjes gehad. Mijn vorige bedrijf had 3 ton omzet, weet ik veel wat. Dat soort verhalen, dat geeft hun een beetje het idee van, oké, het is niet een oplichter. Blijkbaar, hij heeft meerdere bedrijven gehad, hij of zij heeft meerdere bedrijven gehad. Deze kunnen we misschien vertrouwen, maar officieel heb ik dit niet gezegd. Officieel kijken ze natuurlijk alleen naar de vereisten. En het wisselt per bedrijf, het wisselt per persoon die je aan de telefoon krijgt. Dus het is een beetje experimenteren. Het liefst zien ze dat het bedrijf enigszins al een tijdje bestaat, 3 maanden oud is bijvoorbeeld. Dat ze al bij die payment provider, als het even kan, al transacties hebben. Dat is een grote plus. Als je al ideal transacties ontvangt voor je bestaande webwinkel, en je zegt, ik wil ook periodiek gaan doen, dan krijg je bijna altijd een ja. Want dan weten ze wie je bent. Ze kennen je, ze hebben al je identiteitskaart binnen. Ze weten dat je een bankrekening hebt. Dat de bank ook heeft gecontroleerd wie jij bent. Anders had je geen zakelijke bankrekening gehad. Dus dat zijn allemaal redenen dat ze sneller ja gaan zeggen. Je krijgt vaak een maximum in de beginperiode. Dat ze zeggen van, nou, je mag maximaal €250 incasseren. Daar moet je een beetje omheen werken. En dan kan je na 3 maanden of 6 maanden weer vragen. Mag de maximum omhoog, want ik heb grotere opdrachten. Vraag? Ja, die transacties van die 6 maanden, is dan gebaseerd op het maximum te incasseren bedrag? Of kan ik zeggen van kijk, ik wil een jaar lang onderhoud vragen, zoveel euro per maand. En dat ik mijn klant al akkoord geef dat die 12 keer een afschrijving krijgt van het bedrag. Want daar staat een maximum van 6 maanden. Nee, het is niet aan elkaar gekoppeld. Dus ze willen dus zien dat je bedrijf minimaal 3 maanden oud is. Ze willen zien dat je al 6 maanden transacties hebt, activiteit bij de payment provider. Ze zullen dan, dus het is eigenlijk niet en, maar dan, zullen ze in eerste instantie misschien zeggen, je mag maximaal 250 incasseren, want we willen jou beter leren kennen. En daar moet je dan mee beginnen. Daar start je dan mee. Dus er kunnen vereisten zijn. Niet dat je maandag begint en denkt, ik start vandaag een stichting en dinsdag heb ik incasso's. Het kan zijn dat ze wat meer informatie willen hebben en dat je met ze moet onderhandelen. En probeer vooral te onderhandelen. Accepteer dus niet in eerste instantie nee. Ik weet dat sommige payment providers niet blij gaan zijn als ze allemaal mailtjes terugkrijgen voortaan. Maar als je denkt van nou, ik ben niet een nobody, ik heb al een webwinkel die goed draait, misbruik dat feit. Zeg het gewoon, ik heb een webwinkel die goed draait. Hallo, weten jullie wel dat ik hier zoveel 1000 gloeilampen verkoop? Ik vind gloeilampen gewoon heel leuk om daar altijd als voorbeeld te gebruiken. Gloeilampen of wijnwebshops. Ik heb allebei nog nooit een gloeilampenwebshop of een wijnwebshop gehad. Oké, dus als je een payment provider hebt en je hebt hun ervan overtuigd dat je incasso's mag gaan accepteren, dan is dan nog de vraag, kan dat met jouw software? Want jouw software moet het ook kunnen ondersteunen. Dus kan het met WordPress? Kan het met WooCommerce? En gelukkig ja en ja. En dan zit je eigenlijk, heb je mazzel dat je op een WordCamp zit en dat je een website hebt met WordPress.
Want er zijn helemaal niet zoveel softwarepakketten die dit doen op een betaalbare manier. Natuurlijk kan je meteen gaan voor die pakketten waar je 60.000 euro licentiekosten per jaar aan betaalt. Maar daar, ja, dan had je waarschijnlijk hier niet gezeten, maar in Amerika bij een of andere grote e-commerce beurs. Dus dat het kan op een betaalbare manier voor het MKB, dat is mooi. En dat is een mooi goed, of zoiets, zou mijn opa zeggen. En nou, het goede nieuws is dus dat het ook echt beschikbaar is. Dat het ook echt kan. Met WooCommerce nog wel. Dus we hebben een WordPress-plugin nodig die het ondersteunt. Hallo WooCommerce, hallo WooCommerce Subscriptions. We hebben een betaalplugin nodig. Want bijvoorbeeld de betaalplugin voor TargetPay. TargetPay heeft dus ook een integratie voor WooCommerce. Maar die ondersteunt geen periodieke betalingen. Dus dat schiet niet echt op. Leuke plugin, maar we kunnen hem niet gebruiken als we periodiek geld willen gaan verdienen aan mensen. En we moeten een payment provider hebben die het ondersteunt. Die drie dingen. Nou, zoals ik al zei, met WooCommerce kan het eigenlijk, comma, als je ook nog eens WooCommerce subscriptions hebt. Dat is wel een pakket waar je voor moet betalen, 200 euro per jaar. Klinkt als veel geld, maar je moet er maar aan denken dat er ook pakketten zijn die dit ook doen en die kosten 60.000 euro per jaar als licentiekosten, zeg maar. En dan niet te beginnen over de meest uitgebreide Magento-contracten die je kan sluiten. Dus 200 euro per jaar, ja, dat is even een bedrag wat je moet gaan ophoesten. Het is complex, subscriptions, dus ik heb zelf zoiets van, ik heb liever dat ik betaal ergens voor en dat zij het goed doen en dat ze daar programmeurs in dienst hebben die ervoor zorgen dat de software goed blijft werken, dan dat ik het ergens bij elkaar sprokkel met allemaal scripts van mensen die ondertussen alweer onder de Thaise zon liggen te bakken en nooit meer in Nederland terugkomen. Ik heb liever dat ik weet dat er programmeurs betaald kunnen worden om die software te blijven onderhouden. Dus als ik dan 200 euro moet betalen voor WooCommerce subscriptions, graag. Het kan, als je dus combineert met WooCommerce Subscriptions, WordPress, WooCommerce Subscriptions, dan krijg je dit extra blokje in WooCommerce. En dan kan je bovenaan kiezen, dat ken je als het goed is, product. En dan kan je, nu staat er volgens mij niet meer product data, maar gewoon product. En dan kan je kiezen uit simple product, variable product en nog een aantal andere opties. Dan komt er dus bij simple subscription en variable subscription en nog een aantal andere opties. En dan kan je dus zeggen subscription price. Dit is allemaal nieuw, dit zit standaard niet in WooCommerce. 12 euro voor iedere maand of ieder jaar, of dat kan je allemaal configureren. Lees alsjeblieft wat er staat onder die vraagtekens. Als je hier fouten maakt, dan wordt het dus geen incasso. Dat heb ik wel eens gezien, dat mensen een vinkje verkeerd hadden gezet. En was het toch een simpel product geworden en niet een simpel subscription. Dus je moet gewoon echt even lezen wat staat er bij het vraagtekentje. Als je dat doet, is het niet zo ingewikkeld. Maar als je gewoon op de bonnen voor je allerlei dingen gaat invullen, ja, misschien vul je wel iets heel onhandigs in. Maar deze opties krijg je door WooCommerce Subscriptions erbij. En die zorgt er dan voor dat WooCommerce weet, dit is niet zomaar een order, maar dit is een order die bijvoorbeeld over een maand weer opnieuw aangemaakt moet worden. En die moet ook weer afgerekend worden en geïncasseerd worden. Dat doet WooCommerce Subscriptions. En dat kan je, dan heb je een payment provider nodig die een plugin heeft voor WooCommerce Subscriptions. Ik ken er twee. En dan moet ik dan een disclaimer geven, want de Molly Payments for WooCommerce plugin, die onderhoud ik voor Molly. En dat was de vorige keer dat ik deze presentatie gaf niet zo. Dus het stond er wel al in toen ik nog onafhankelijk was. Maar ik heb er nu dus bijgezet Pronamic Ideal, want ik vind ze aardig, maar verder heb ik niet zoveel met Pronamic te maken. Dus als je denkt van ik krijg daar niet zo'n fijn gevoel bij, dan gebruik je gewoon Pronamic Ideal. Het maakt me echt helemaal niet uit. Dus Pronamic Ideal die heeft dat ook ingebouwd. Dus je zou ook de Pronamic Ideal plugin kunnen gebruiken in combinatie met WooCommerce Subscriptions. En dan heb je ook periodieke betalingen. En dan is het eigenlijk die relatie. WordPress, WooCommerce, WooCommerce Subscriptions, Molly Payments voor WooCommerce of Pronamic Ideal. Dat zijn de twee plugins waarvan ik weet dat ze die betalingen erin kunnen integreren. Voor zover ik weet is er geen andere WooCommerce plugin die Europese betalingen accepteert en ook met WooCommerce werkt. Natuurlijk Stripe kan het ook, maar bij Stripe heb je over het algemeen vooral andere betaalmethoden. Stripe heeft natuurlijk sinds een tijd nu ook Ideal, maar ze hebben het weer niet met die natte handtekening geïmplementeerd. Dus bij Stripe, dat is een Amerikaanse payment provider, dan moeten mensen echt hun IBAN in gaan typen. Hallo, zeg ik, ga niet mijn IBAN intypen in jouw webwinkel, daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon 1 cent afrekenen met Ideal en dat jij mijn IBAN al weet. Maar bij Stripe moet dat dus nog wel. Ze gaan het, heb ik begrepen, wel implementeren, de natte handtekening, dat je dus een klein bedrag betaalt en dan een incasso hebt. Maar voor zover ik weet is het nu nog niet zo. Dus het wordt met die combinatie wordt het mogelijk voor ons, Europeanen, om ook periodieke betalingen te kunnen gaan ontvangen.
heel erg superkort. Als je het niet leuk vindt, dan ga je er überhaupt niet naar kijken. Een van mijn plugins, die doet het ook. Eenvoudige betaalformulieren waar je ook periodieke betalingen in kunt koppelen. Er zijn maar twee andere opties, zoals ik net liet zien. WooCommerce Subscriptions met WooCommerce en Pronamic Ideal en Molly Payments voor WooCommerce. Of mijn plugin, dus ik heb zoiets van, ja, er zijn niet zoveel opties, dus ik geef maar alle opties. Ik heb er wel voordeel bij natuurlijk, dus daarom dat ik nu gewoon naar de volgende slide ga en er niks meer over zeg. Dus het is een heel lang verhaal. Ik hoop dat de voordelen duidelijk zijn voor jou, voor jouw klanten. Dat eigenlijk jouw klanten dit zelfs misschien willen, als je het ze zou vertellen. En ik heb uitgelegd welke software het mogelijk kan maken in jouw situatie, dus in jouw WordPress website. En ik heb uitgelegd welke payment providers hier eventueel jou van dienst zouden kunnen zijn. Dus dan is de vraag eigenlijk, waar wacht je nog op? Waarom zou je hier niet over gaan brainstormen komende week? En als je dat gaat doen en je hebt nog vragen, kan je mij altijd mailen, want mijn e-mailadres staat daar. Dat is een D. En dat is mijn Twitter handle. Je kan nog mijn visitekaartje meenemen als e-mail, daar staat mijn e-mailadres ook op. Je mag me gewoon vragen stellen, dat kost niks en ik zal ze beantwoorden, want ik weet dat het een beetje spannend is soms om hiermee aan de gang te gaan en dat je rare situaties hebt, bijvoorbeeld dat je zegt, nou ik wil eerst 100 euro, dat mensen 100 euro betalen en daarna pas 20 euro per maand, dat soort dingen. Dus om te starten zijn er vaak wat vragen. Stuur ze gewoon, mail ze gewoon, want ik heb liever dat het mij wat tijd kost en dat mensen hiermee aan de gang gaan, dan dat ze denken, oh dat is spannend, ik weet niet of ik dat wel kan en het niet vragen en het vervolgens niet doen. Het kost niks om te mailen. Dus als er nog vragen zijn, kan je ze ook nu stellen of straks. En dat was het eigenlijk. Heel erg bedankt voor jullie aandacht. Dankjewel, David. Nu weet ik het wel. Zijn er nog vragen in de zaal? Je mag me stellen. Hoe zit het feitelijk boekhoudkundig? Dus als ik incasso doe bij een klant van mij en ik neem bijvoorbeeld 29 euro van zijn rekening, of het gaat automatisch. Ik stuur die een factuur op, maar als er nu bij die klant geen saldo op staat, dus dat de incasso wordt opgestart, maar dat het saldo ontoereikend is bij mijn klant, wat gebeurt er dan feitelijk? WooCommerce maakt feitelijk een factuur aan voor die klant, die factuur wordt automatisch verstuurd, maar er is feitelijk geen incasso gebeurd. Gebeurt dan die incasso terug opnieuw achter een bepaalde tijd of moet je dat manueel terug opnieuw opstarten? Het is bij verschillende, dat is een goede vraag, met een niet eenduidig antwoord, bij verschillende banken, providers, softwarepakketten, is de workflow anders. Dus het kan overal anders uitpakken. Bij WooCommerce weet ik hoe het uitpakt. Dat is dan hoe het bij WooCommerce werkt, niet per se bij een ander pakket. Bij WooCommerce zal hij herkennen dat er niet betaald is. En dan krijgen mensen de mogelijkheid om het opnieuw op te starten door zelf te betalen. Ze krijgen ook een mail. Want de payment provider stuurt meestal een bericht terug naar WooCommerce. Het is niet gelukt. Die betaling wordt ingediend en dan mislukt die. Dan komt er een status terug. Het is niet gelukt. En dan kan WooCommerce een mail sturen. Het is niet gelukt. Probeer het op onze website nog een keer. En dan zien ze weer nieuwe betaalmethodes. Kunnen ze bijvoorbeeld dit keer voor creditcard kiezen. Omdat ze weten dat ze met creditcard een krediet hebben en rood kunnen staan. Of gewoon weer met Ideal, als ze weten, Ideal of bankcontact, als ze weten dat er weer saldo is. Dus WooCommerce die probeert het volledig geautomatiseerd af te handelen. Het kan zijn dat je uiteindelijk, als iemand een maand op vakantie is en het lukt gewoon niet, een abonnement overhoudt, die blijft dan constant staan op on hold. Dan is het aan jou wat je daarmee wil doen. Die zie je dan in WooCommerce ook staan. En dan kan je zeggen, nou ik crediteer die of ik stop hem helemaal of ik bel de klant omdat ik denk het is een waardevolle klant. Dat is dan aan jou. Maar het eerste proces, het eerste gedeelte is bijna helemaal geautomatiseerd binnen WooCommerce. Maar WooCommerce okay. Dan van elke periode een nieuwe factuur zelf aan? Nou, standaard maakt WooCommerce sowieso geen factuur aan. Het is geen standaard functionaliteit in WooCommerce. Ze maken orderbevestigingen. Ja, ik probeer heel duidelijk dat iedereen weet, WooCommerce maakt een orderbevestiging, dat is geen factuur. Als je een factuurplugin installeert, dan kan je bij die factuurplugin voor WooCommerce instellen wanneer je wil dat er een factuur wordt aangemaakt. En dan kan ik me voorstellen dat je bij een periodieke betaling alleen een factuur aanmaakt als die betaald is. Dus WooCommerce maakt een order aan met de status pending payment, geloof ik. En dan, pending payment. En dan wordt die veranderd naar processing. Dus dat is de standaard Engelse betaalstatus. De Engelse status voor WooCommerce. In het Nederlands is dat wacht in behandeling of in verwerking. Dus je ziet dat die status verandert van wachtend op betaling. Hij verandert die naar in behandeling of in verwerking. Dan weet je dat die betaald is. Dan kan je zeggen tegen je facturatieplugin, maak als hij die status heeft een factuur aan en anders niet. Dus dan weet je dat je niet onnodig facturen aanmaakt, want facturen moeten natuurlijk betaald worden en oplopend zijn. Ja.
Dan is het geen goede factuur. Beantwoord dat je vraag? Ja. Oké, okay. Andere vragen? Ja, zeg maar. We herhalen hem wel. Ja, het is een typisch Belgische situatie. We hebben een non-profit die donaties wil vragen, maar die moet toekomen op de rekening van de Koning Boudewijn Stichting. Het is niet van de non-profit zelf, omwille van reden dat mensen daar een fiscale test kunnen krijgen. Nu, de Koning Boudewijn Stichting die hebben zelf een online betaling, maar dat is een heel omslachtig systeem waar we veel foutmeldingen op krijgen. Kan dat ook via bijvoorbeeld Molly, dat dat naar zo'n rekening gaat? Ik denk het wel, maar daar moeten zij wel meewerken. En ik denk niet dat het relaxed is. Ik denk niet dat je het moet doen, maar het kan wel, denk ik. Want je maakt een account aan bij Molly, je moet verifiëren dat jij die persoon bent. Maar op het moment dat jij een account aanmaakt, kan je dat doen op de naam van die non-profit of op de Koning Boudewijn Stichting. Maar jij bent niet hun vertegenwoordiger. Dus dan zou je aan Molly moeten vragen of aan een andere payment provider moeten vragen, mogen wij een account aanmaken en het dan naar die rekening sturen. Maar die rekening is van Koning Boudewijn Stichting. En dan zullen zij een aantal betalingen van 1 cent krijgen en daarmee verifieer je het, er staat een code bij, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. En dan moet de Koning Boudewijn Stichting wel meewerken, die moet jou wel vertellen wat die code is. Ik vind het niet heel relaxed, want het is een beetje te losse voeten. Misschien dat het lukt als je het probeert, maar zou ik liever op je eigen naam een Molly-account aanmaken en het naar je eigen rekening laten komen en het dan daarna doorsluizen naar waar je het heen wil hebben. Dat is geen optie in het geval dat mensen daar zelf geen fiscale test kunnen krijgen voor een donatie. Ja. Dus dan moet rechtstreeks op die rekening toekomen vanuit diegene die. Ja. Ja, dan zou je het moeten vragen aan Molly of aan een andere payment provider. Mogen wij iemand anders een rekening gebruiken? We kunnen wel verifiëren, maar hij is niet van ons. Wij zijn niet de vertegenwoordiger van die organisatie. En anders moet je aan hun vragen of zij zelf bij een payment provider een account willen starten. Maar ideaal is het niet. Oké, okay. Nog vragen? Er is eventueel nog tijd voor een korte vraag, maar... Oké, okay. Sorry. Nee, uitgegeven. Nou, ik heb niet iedereen afgeschrikt, hoop ik, hè? Nou, dat zou ik wel gedaan hebben. Okay. Niet jij. Nou, mag ik dan nog een hartelijk applaus voor David? Dank je wel.